Bornaan, rustig avondje. Ja, inderdaad. Kijk, we komen natuurlijk goed in of voor. En daarna hebben we het nog wel eventjes moeilijk. Maar duidelijk na die rode kaart was het wel klaar. Terwijl ze de kabels op gaan ruimen en jouw tas daarmee vrolijk meenemen, gaan wij moedig voort met dit interview. Een cruciaal moment misschien wel in die eerste helft. Jij komt oog in oog met de Castellon. Een enorme kans voor Ajax en die gaat er niet in. Ja, klopt. Hij schiet hem eigenlijk richting de grond. En gelukkig kwam hij nog op mijn voet. Met een beetje geluk ging hij ook nog over. Dus ja, daar kwam hij inderdaad goed weg. En daarvoor sta ik in de goal. En daarna lopen we eigenlijk gelijk uit. Dus dat is mijn taak als keeper. En daar ben ik wel erg blij mee vandaag. Ja, dat was een van de zeldzame kansen voor Ajax deze avond, hè? Ja, inderdaad. Voor de rest, wat ik al net zeggen, na die rode kaart was het eigenlijk gelijk klaar. Heeft het jou verbaasd dat jullie, trainer noemde het net, we hebben Ajax voetballes gegeven, dat jullie zoveel sterker waren dan Ajax, waar toch ook wel gewoon een aantal gerenommeerde namen in de basis stonden? Verbaasd? Nee, niet echt. Kijk, als je ziet hoe we dit seizoen gewoon bezig zijn, is gewoon prima. En we wisten dat Ajax altijd wil voetballen en we hebben het gewoon gelijk vastgezet. Ik zie dat ze daar moeite mee hebben. Dus ja, verbaasd niet, denk ik. Dan komen jullie in die eerste helft op voorsprong. Jullie komen met een man meer te spelen. Krijgen jullie veel kansen, maar blijft die tweede goal wel even uit? Dan blijft het toch spannend. Zo voelt het misschien voor jou, maar voor mij niet. Kijk, naar die rode kaart wist ik gewoon dat we het dicht zouden houden. En als je ziet hoe we dan nog verder weglopen, dat is eigenlijk gewoon heel goed vandaag. En zo wordt het voor jou al met al een hele leuke terugkeer op een plek die jou wel bekend is. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb hier 4 jaar rondgelopen. En als je dan met 4-0 kan winnen hier, ga je wel met een goed gevoel naar huis in ieder geval. Ja, hoe is het dan als je hier weer terugkomt, een hoop oude bekenden tegen het lijf? Ja, een hoop oude bekenden, een hoop oude bekende spelers ook. En op zich, aan de andere kant is het ook weer niet anders dan anders. We hebben gewoon gedaan wat we moesten doen. Gewoon 3 punten pakken en gewoon weer vooruitkijken naar vrijdag, naar Den Bosch. Ja, een hoop oude bekenden, Kenneth Vermeer, de doelman van Jong Ajax. Heb jij daar nog mee te maken gehad in jouw tijd dat jij hier rondliep? Ja. We hebben heel vaak met elkaar getraind. En we hadden van tevoren nog even met de wedstrijd nog even besproken. En het was leuk om weer terug te zien. Ja, en leuk dat jij dan uiteindelijk met de overwinning van het veld stapt. Ja, tuurlijk, maar winnen is altijd leuk. Dus dat maakt niet uit of wie. Nee, niet alleen de overwinning, maar jullie verstevigen ook weer gewoon die koppositie prima. Ja, zeker. We staan nu 4 punten los. En op andere concurrenten zelfs nog meer dan op Sparta. Ik denk gewoon dat we dit moeten vasthouden. En waar mogelijk gewoon nog verder uitbreiden. En dan zien we denk ik wel weer verder hoe en wat. Ja, dat nog verder uitbreiden met Sparta kan binnenkort al, hè, over een week of 2. Ja, inderdaad. Maar eerst natuurlijk vrijdag tegen Den Bosch. En dan kijken we daarna wel weer verder naar Sparta.